Kom. Ik ben Fons Verlimt. Ik ben lijsttrekker van de OPAS-beweging. OPAS staat voor Ouderen Politiek Actief in Zeeland. En ik ben de lijsttrekker voor OPA Terneuzen. Ik ben jarenlang heb ik voor de SP gewerkt, zeg maar. Ik heb alles gedaan eigenlijk. Van voorzitter tot flyeraar. Je kunt het zich gek niet opnoemen, ik deed alles, de hulpdienst. Tot kandidaat op de lijst voor de Tweede Kamer. Wat is er misgegaan binnen die SP? Ik zei te veel waar het op stond. Ik ben nogal recht voor zijn raap, neem geen blad voor de mond. En dat was in de hogere regionen bij de SP. Dat viel niet goed. We kregen toen te horen dat we niets gedaan hadden. En vandaar dat wij dus niet mee mochten doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Waarmee de SP zich duidelijk een eigen voet heeft geschoten. Niemand begrijpt het. Hoe voelde dat, dat u werd afgeschreven? Heel erg teleurstellend. Kijk maar eens. Ja. Bij ze gekscherend zeggen we van het politbureau heeft van het centrale comité opdracht gekregen om Terneuzen uit te schakelen en naar de Gulag-archipel te laten verdwijnen. Want daar komt het eigenlijk op neer. We horen ook helemaal niets. Maar het klinkt nogal stalinistisch. Ja, inderdaad. Maar zo kwam het ook op ons over. Hoe kijkt u nou terug op al die SP-jaren? Met een grimlach. Dat klinkt een beetje verbitterd wel. Ja, natuurlijk klinkt het een beetje verbitterd. De teleurstelling was ontzettend groot. Niet alleen bij mij, maar bij alle leden van het bestuur. Die hebben er allemaal toch slecht van gelopen. Maar nu, ja, we leven helemaal op, we zijn bezig. We hebben nou de afgelopen weken dat we met opa's bezig zijn al meer gelachen en plezier gehad als in 12 jaar bestuurlijke sores met de SP. Dus ik heb het echt gehad met de SP.